We hebben een heerlijke schaal allemaal lekkers gekregen. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag 19 oktober. Het is 9:45. Vanmorgen heb ik lekker rustig aangedaan. Lekker in bed gezeten. Daniel had een ontbijtje op bed gemaakt. Lekker gedoucht, opgetut. En zo dadelijk ga ik met mijn zussen naar Den Bosch. Ik had mijn oudste zus Hanneke en ik hadden mijn middelste zus voor haar verjaardag een high tea gegeven. Die is in april jarig, maar toen beviel mijn oudste zus. En nou ja, toen zei ze, ja, ik kan nu ook niet babytje achterlaten thuis, want borstvoeding blijft laat. Nou, voilà. Zeiden we, nou, gaan we dat een keer doen als babytje wat groter is. Nou, dat is vandaag dus. En we gaan dus naar Den Bosch. We gaan dus naar Den Bosch en daar hebben we een high tea bij de Yoghurt Barn. Ik ben heel benieuwd hoe dat is. Ik vind de Yoghurt Barn heel lekker. Dus ik ben benieuwd hoe de high tea is. Nou, we hebben de trein van 9:50. Dus ik heb het nog heel eventjes. En ik heb een heel leuk pakketje ontvangen. Weer van de Body Shop. Een beetje scheef, maar dit is wel oké. Ga ik zo zitten. Nee, ik hoop niet dat jullie denken, jeetje, is ze gesponsord door de Body Shop. Maar ik vind de Body Shop gewoon heel erg leuk. Net als Lush bijvoorbeeld. En de Body Shop vindt mij denk ik ook heel erg leuk. Dus ik krijg vaak pakketjes van ze. En ik vind het heel leuk om aan jullie te laten zien. Want ik ben gewoon echt fan van de Body Shop. Ze hebben hele leuke dingen. En net als Lush ook bewust van hun plaats in de maatschappij en in de wereld. Dus ze zijn ook dieproefvrij. En volgens mij zijn ook alle producten, of bijna alle producten, vegan. Dus dat vind ik echt super. Dit is dus van de kerstcollectie. En dit zijn dus gift sets. Ik zal ze even snel laten zien. Dit is een driehoekje met de drie kleine body butters. Die ik in de vorige vlog ook al liet zien in het groot. Dus die laat ik nu dicht. Misschien kan ik die aan iemand nog zo geven. Dan deze. Deze is ook zo ontzettend leuk. Ze verpakken het altijd onwijs leuk. En toen ik dit pakketje opendeed, kwam er echt een heerlijke zoete geur op me af. En dat komt dus denk ik uit deze. En hier zit namelijk in van die bruisballen. Die heb ik al een keer eerder gehad en die ruiken heel lekker. Oh, dit is een spaarpot. Kijk. Er zit een gleufje in voor geld. Er zitten twee bruisballen in, twee handcremes, kokos en aardbei. En ook twee kokos aardbei douchegelletjes. Dat is heel leuk om iemand te geven. Oh, nog een bruisbal. Dus twee aardbei en één kokos bruisbal. Dit is gewoon heel leuk om cadeau te geven. Ook omdat je dus die pot hierna als spaarpot kan gebruiken. Dan deze vlinder. Die vind ik ook heel erg leuk. Dit is een vlinder met 5 lipbalsempjes. Echt heel leuk. Ik smelt hier echt helemaal bij weg. Nou, ik kan niet anders zeggen dan dat ik het leuk vind. Ook wat ik ook leuk vind, want mijn body scrub is op, is de Berry Bonbon Scrub. Dus die vind ik ook heel fijn. Die geur vind ik ook heel lekker. En nu komen de twee dingen die ik het allerleukst vind. Dit zakje, heel leuk vormgegeven. En hier zitten minis in van de Peppermint Candy Cane lijn. De scrub, toch? Sugar Body Scrub, ja. Scrub, body butter, douchegel en een handcreme van die heerlijke geur van de Candy Cane. Die ik in de vorige vlog dus al wat beter omschreef. Dus ik ga niet allemaal weer zeggen, oh het ruikt hier en hierna. Dat heb ik al verteld. Dat zit dan in dit hele leuke tasje. Hoe leuk is dit om bijvoorbeeld met Sinterklaas te krijgen of met kerst. En dan dit ding. Dit is dus, ik dacht, hé, wat is het? Maar het is dus een, hoe noemen ze het ook alweer? Nou, in ieder geval zo'n handdoek. Dus ik ga hem even losmaken. Zo'n haarhanddoek. Ik heb zo eentje van de Wet Brush. Ja, kijk hoe leuk. Dus die doe je dan op je hoofd, je haar erin. En dan kan je zo, ik doe het nu niet, want ik heb mijn haar net gewassen en net gedaan. Maar dan kan je haar dus hierin drogen. Hoe onwijs leuk is dit? Kijk, en er zit dan hier een haakje en hier een knoopje. Dus die kan je dan zo draaien. En dan blijft het echt heel goed zitten. Tenminste, die ik van de Wet Brush heb, blijft heel goed zitten. En deze heeft dus een beer. Ik vind het heel erg leuk. En als je iemand hebt die dit dus ook kent, die dit dus leuk vindt, is dit zo leuk om te geven. Of om te krijgen natuurlijk. Dat zat er in het de Body Shop pakketje. Ik heb echt al zoveel zin in kerst. Ik kan eigenlijk niet wachten. Ik zei tegen Daniel, oh, binnenkort gaan we het huis schoonmaken en ook de zolder even een beetje. Ik zei, kunnen we niet gewoon al de kerstspullen naar beneden halen? Maar dat gaan we niet doen hoor. Maar ik vind het echt zo leuk. Dus, ik ga hem nog even klaarmaken.
nog even naar het toilet, flesje vullen. En dan ga ik naar Den Bosch met mijn zussen. Heel veel zin in. Ik dacht, ik laat nog even mijn outfit zien. Ik heb gewoon mijn spijkerjasje aan. En mijn monkey jurk met Dr. Martens. Ik vind dit zo'n leuke look. Wel gekleed, maar ik voel me er toch fijn in. Want echt korte rokken, dan voel ik me altijd een beetje opgesloten. Dan moet ik met mijn benen netjes zitten. Ja, dat is bij dit niet echt. Al heeft hij wel hele diepe splitten, maar zo voelt het niet. Dus dat was nog even mijn lookje. We zijn inmiddels bij de Yoga Barn en we hebben een heerlijke schaal allemaal lekkers gekregen. Dus we gaan lekker smikkelen. We hebben een cadeau van onze moeder gehad, dus die gaan we even openmaken. Staat ook op, drie zussen. Oh ja. Het adres is doorgestreept. Oh, het is wel mooi ingepakt. Oh, hè? Ze hebben dat zelf gedaan dan. Oh, het is een soort bol. Oh. Oh, het zijn net. Hè? Het is niet van bol.com. Of wel? Nee. Het is voor alle drie één. Mijn moeder heeft het logo van onze blog nagetekend. Is het het logo? Ja, kijk. Heel erg leuk. Mocht je onze blog nog niet volgen, er staat een link in de beschrijving. We hebben heel lekker gegeten en nu zijn we bij de Costes. En ik heb heel veel te passen. Hele leuke winkel. Nou, ik ben in de paskamer. Vooral setjes geprobeerd te nemen. Dus ik ga het passen en laten zien. Net te kort. Deze is iets te strak naar mijn wens. Hij was wel een chill, dus dat is dan wel nice. Oké, dit is best wel een heftig outfitje, maar ik vind het wel tof. Zo'n fuchsia roze broek. Stipjes in dezelfde kleur. Maar ik weet dan niet wat voor schoenen ik hierbij aan moet doen. Ja, ik vind het wel leuk. Ik heb nu een heel leuk setje aan. Dit shirt. En deze broek, en die is ook lang. Dat vind ik heel tof. Nee, ik ben bang. Hij zit hier nu een beetje raar. Maar dat kan ook zijn dat ik een panty aan heb. Dus ik kan hem zo ook nog even zonder panty proberen. Kijk, zie je? Nou. Ik heb hier een pak, maar die is hier weer veel te wijd. En hier wel goed. Ja, dat is gelukt, hè? Ik zou het kunnen innemen, maar heb ik geen zin in. Ik heb deze weer aan, maar nu zonder panty. En een maatje kleiner, die had mijn zus. Maar ik twijfel een beetje over het kruis. Het is een beetje in beeld. Verder vind ik hem wel leuk met Dr. Martens. Een zwart vestje of zo. Maar we zeiden tegen elkaar, we doen het nu niet. Kunnen we erover nadenken? Wie weet komen we terug. Dan haal ik het. Nou, ik ga van de 10 dingen die ik heb gepast, niks kopen. Ik ben de laatste tijd bewust heel kritisch op kleding die ik koop. Alleen echt mooie dingen hou ik. Dus goed. Wij drinken even een beetje koffie. En ik heb ook sokken gekocht. Het is namelijk Held op Sokken en dat is voor de Alzheimer Stichting. Volgens mij zijn het ook twee verschillende sokken. En ik vond het wel een heel leuke actie. En voor het goede doel, dus die heb ik voor Daniel gekocht. Wij zijn inmiddels alweer terug met de trein. En ik loop nu naar mijn huis. En dan ga ik mijn fiets pakken en dan ga ik bij mijn zus gezellig eten. Mijn oudste zus met de drie kindjes en de man. Dat is wel heel gezellig. Daniel is gewoon aan het werk, dus anders had ik alleen gegeten. Dus dat is wel leuk. Gezellig. Ik ben ook goed geslaagd. Nou, ik heb drie dingen gekocht. Die sokken en nog twee dingen, maar dat zal ik vanavond thuis wel even laten zien. Misschien wel leuk. Nee. Oké. Okay. Oké. Okay.
Zo, ik ben weer thuis van een hele leuke dag. Het was heel erg leuk. De high tea was heel erg lekker. Heel veel, maar dat kon je al zien. En er zat ook een soort frozen yoghurt bij. En die mochten we bewaren voor aan het einde. Dus dat hebben we vlak voor we gingen gedaan. Die was ook heel lekker. Dus het is wel echt een aanrader. High tea bij de yoghurtbar. Misschien dat we er nog een artikel over schrijven op tussendriesussen.nl. Mocht je onze blog nog niet volgen, dan moet je dat vooral doen. Want dat is heel leuk. Ik ben ook heel trots en blij. En we hebben ook goed geshopt. En ik heb 2 dingen gekocht. 3 dingen. Die sokken die heb ik al laten zien. En 2 dingen die ik nog niet heb laten zien. Ik heb er iets voor mezelf gekocht en iets voor in het huis. Ik ga dit wel eerst voor in het huis laten zien. Kocht ik bij de Sosterene Grenen. Tada! Kijk, nu zie je ook. Die staan gewoon op een kartonnen doos staan jullie. Maar het is dus een spiegel. En die wilde ik voor in ons halletje kopen. Daar hebben we nu ook een leuke spiegel hoor. Maar ik vind dit heel erg gaaf. En hij was maar 13 euro. Dat vind ik ook echt niet duur. En dit past ook wel bij ons interieur. Dus dat vind ik dan ook wel weer leuk. Even kijken of dan een spijker hoog genoeg hangt. Nou, dat denk ik niet. Maar dat kan ik even kijken. Dit is hem dus. Ik zal hem zo even ophangen. Als het lukt. Want er zit maar een heel klein haakje aan. Kijk. Dus ik weet niet of het gaat lukken. Maar ik vond hem wel heel erg tof. Met die zon idee. Dus deze voor 13 euro. Bij Sosterene Grenen. Ik weet nooit hoe je het uitspreekt. Maar dat is wel echt een leuke winkel. En ik kocht nog iets voor mezelf. Een jurkje. Deze. Deze stond gewoon heel erg leuk. En ik vind de kleur ook heel tof. Dit is hem. Knoopjes. Dan een elastieke band die heel mooi in mijn taille aansloot. En dan is hij wat langer. Dus dat vind ik ook fijn. Dan hoef ik niet op te letten met bukken en zo. Wat ik vanmorgen ook zei. Ja, heel gaaf. Ook die kleuren. Kijk hoe mooi. Dat roze en dat geel. En de mouwen waren ook lang. Dat is voor mij altijd maar de vraag. Maar die vond ik heel erg lang. Dus dat is fijn. En hij stond gewoon heel erg leuk. Al zeg ik het zelf. Deze was 40 euro. Dus dat is wat ik heb gekocht. En daarna heb ik heerlijk pannenkoeken gegeten bij mijn zus en haar man en de kindjes. Dat was heel gezellig. Ik vind dat gewoon heel erg leuk. En ik ben nog met de 2 oudste kindjes meegegaan in bad. Nou, niet meegegaan. Ik heb ernaast gezeten. En dat vind ik ook gewoon heel leuk. Zitten ze lekker te spelen en te doen. En heb ik nog geholpen met naar bed brengen. Julia heeft nog wat voorgelezen voor mij. En nu ben ik lekker thuis. Ik dacht ik neem zo lekker een kop thee. En ik ga even kijken wat ik ga doen. En een spiegel ophangen trouwens. Daar heb ik al veel zin in. En dan ben ik zo bij jullie terug. Dit is namelijk de spiegel die we nu hebben. Dus die hangt wat hoger. Dus als ik deze ophang komt hij helemaal hier. Hier. Dat is natuurlijk veel te hoog. Zelfs voor de mensen met mijn lengte. Dus ik moet even aan Daniel vragen of hij een oplossing heeft. Daniel is altijd wel vindingrijk. Dus ik kan hem nu niet ophangen. Vind ik wel jammer, maar ik denk wel dat hij heel mooi gaat staan zo. Want, kijk, dit is onze hal eigenlijk. Dan kom je hierboven met de trap, heb je hier de slaapkamer, achter mij de wc. Ik denk dat dan deze spiegel wel heel leuk is. Deze is ook leuk hoor, maar ik vind dit toch wat opvallender. Nou, ik heb hem nu tijdelijk even hier, vind ik ook wel gezellig. Het is nu zaterdagavond, een dag later. Ik ben helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Maar ik dacht, ik doe het nu nog even. En ik draag vandaag ook mijn nieuwe jurkje. Dit is hem. Ik zal hem zo nog iets beter laten zien. Ik vind hem heel erg leuk. Ik zal vooral even de lengte laten zien. Kijk. Ik vind hem heel erg leuk. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat in de reacties even weten wat je vond van de vlog. Vind ik heel erg leuk om te lezen altijd. En doe een duimpje omhoog. En bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je zaterdag weer. Met een complete outfit voor 50 euro.